Hoe maak ik een rechte vouw, het eerste basisvouwsel? Ik heb een vierkant vouwblaadje. Twee puntjes gaan naar de overkant. Ik vouw ze netjes op elkaar. Ik ga er even goed met mijn vinger over. Eigenlijk ontstaat er nu een rechthoek. Twee dezelfde rechthoeken. En ik heb nu een liggende vouw gemaakt. Een liggende vouw, als ik hem zo neerzet, noemen ze het ook wel een tentje. Als ik hem omdraai, ik heb hem nu zo, heb ik een staande vouw. Als ik er dan meerdere op elkaar doe, heb ik een boekje gemaakt.